is aan achter die gozer. En je hoort het niet letterlijk uit zijn mond. Maar links, rechts zegt hij wel eens een keer van hoe dit, hoe dat en dit en dat. Dan heeft hij het wel eens een keer over ja, hoe aan het einde gaat wel positief stemmen. Daar is hij nu heel erg mee bezig. Ja, ik denk dat hij wel eens, dat zegt hij ook altijd, ik kijk altijd 4-5 stappen vooruit. En zeker dat hij daar op die manier ook mee bezig is. Ja. Hij is niet voor niks dat ik hem ook denk dat hij de winnaar van Utopia gaat worden. Maar, wat zou Merel hier dan van vinden? Zou Merel dit ook zo weten? Ja, maar het grappige is, kijk, Merel kan er, wat ze er ook wel van vindt, als je heel sec naar de hele situatie kijkt, Frenny zou ook ten alle tijden, ik denk dat Frenny is eigenlijk ook wel, zal ten alle tijden ook Merel attacken. Dus dat is nog een situatie daarin. Kijk, Merel is ook content ermee dat bijvoorbeeld een Brendan blijft, want Brendan heeft ook altijd een zwak voor Merel, dat is ook altijd uitgesproken daarin. Weet je, dat zijn dat dingen. En kijk, en als jij daarnaast staat bijvoorbeeld, dan weet je ook dat jij de stemmen van Brendan niet gaat vangen. Begrijp je wat ik daarmee bedoel te zeggen? En dat zal ook het feit zijn, Jesse ook. En dan heb je jou nog natuurlijk eens op zich. Dus zij zit daar ook vrij safe in. Hè? Dus ja, het maakt in principe niet zoveel uit hoe Jesse dat allemaal aanpakt. Als zij daar op die koers meevaart, is dus voor haar ook de... Pak haar altijd ook altijd gunstig uit. Voor haar is het altijd maar een win-win situatie. Ja. Dus ja, dus wat ze er verder ook van vindt of hoe hij dat aanpakt, ja, dan is het, dat is toch prima, dat is oké. Okay. Ja, ik hoop dat het publiek daar heel goed steekt. En mij gaat het er gewoon om, dat vind ik het meest interessant. Ik vind gewoon... Dat hij gewoon open kaart daarin moet spelen. En ik hou er gewoon niet van dat je voor tv iets anders zegt en dan daadwerkelijk hier wat anders uitvoert. Terwijl je andere mensen ook op die feiten drukt. Daar zit voor mij een kreukel die ik niet fijn vind. Wat zou ik tegen hem zeggen? Als hij transparantheid van een ander verwacht, dan moet hij dat zelf ook geven. Kijk, de enige die ik echt nog weg wil hebben, maar ook echt. Maar waarom? Nou, precies om in ieder geval dat een beetje uit te schakelen. In de zin van, Slender gaat mij ook helemaal niks geven. Niks naar de noppers. Ik vind ook niet dat hij het verdient, want daar heeft hij compleet een plaatje niet voor. Maar het maakt... Kijk, ik kijk nog best wel naar van... wie heeft in bepaalde mate wat betekent voor je toon? Ja. En dat heeft dan Penny meer als Brennan? Ja. In de zin van... ik krijg meer waarde aan het algemene gegeven. Ja. Waar ik zelf ook heel goed in ben. Ja. Want dat maakt het. We kunnen hier allemaal hartstikke bakken vol met geld verdienen. Als dat er niet is, is er geen basis. En dan zou ik bijvoorbeeld een Frenny eerder gunnen. Dan een Brendan. Oké. Brendan heeft alles gebouwd. Maar het was niet echt allemaal interessant wat hij deed. Weet wel, ik ga niet op hun stemmen. Nee, dat kun je, dat ga ik echt niet doen. Nee, dat weet ik. Dat doe ik. En dan anders doe ik gewoon helemaal niet mee.
dat zou ik niet tof vinden. Nee. Maar ik begrijp je punt wel, want ik denk dat een statement kan je niet maken. Nee. Want kijk, aan de ene kant is Shell natuurlijk. Dat is eigenlijk een soortzelfde situatie. Wat jij die misschien liever niet had gedaan. En dat wordt dan ook, weet je wel, doorgepakt. En dat ligt natuurlijk heel dicht bij jou. En dat kan natuurlijk ook zorgen dat jij veel klappen krijgt natuurlijk, hè. Vergeet het ook niet. Voor wat? Nou, je hebt dan niet op haar gestemd. Maar weet je wel, het is toch wel altijd wel, weet je, nou ja. Ga dat korte eind morgen trekken. Ja, weet ik ook. Ja. Dan wil jij dus eigenlijk dat volgende week Brenner en Jordi op de bak. Dan wil je nu eigenlijk al. Ja. Maar dat kon allemaal niet, het was allemaal heel moeilijk. Ja, maar. Oh, cute. Ja, zo lief. Dit is lief. Als ik deze tactiek hanteer, dat ze mij dan gaan pakken. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat je wel tegengas krijgt, weet je wel, bla 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 bla. En dan moet je je poot stijf houden. En dat is best wel, natuurlijk in zo'n finale kan dat best wel tricky zijn. Ik denk het uiteindelijk niet. Merel zal nooit op je stemmen. Nooit, en Frenny ook niet. En Jesse denk ik ook niet uiteindelijk. Dus, maar ja, je zal wel tegengas krijgen, weet je wel. En zo van, ja, maar, bla bla bla. Dus het wordt wel een spannend moment. Dus dan moet je je rug wel recht gaan houden. Ja, zeker, dat weet ik ook zeker. Maar het meer is ook van, ik wil niet dat het uiteindelijk discrediet voor jou. Weet je wel, dat het breukjes oplevert. Dat wil ik gewoon niet. Nee, maar. Omdat ik gewoon wil dat je bij die laatste vijf zit. Ja, en weet je, als. Kijk, uiteindelijk wil ik best mee naar de tactiek. Maar dat betekent niet dat je zelf het bepaalt. Nee. En als ik daar zeggenschap in heb, ik ben onderdeel van het hele clubje. Iedereen. Ja, en als ik zeg van, joh, dit wil ik. En ik roep dat al weken, al is het maanden, ja. Dan gaat het nu ook gebeuren. Ja. En anders hebben ze er maar scheid aan. Ja. Dus je voor het dat kan ook, ja. Oh, misschien nu niet het juiste moment voor. Ja. Nee, het juiste moment is zo meteen als er 5 weg zijn. Ja. 6. En ze zijn ook laatst 5. Oh, ja, ik zijn te laat. Oh, sorry, pardon. En dat gaat niet gebeuren. Ik denk ook dat die brengen met de laatste 5 minuten. Nou, zeg dat dan in vredesnaam. Kom er dan eerlijk voor uit, weet je. Dat maakt het voor geen ruk uit. Maar benoem het dan ook, weet je wel. En wees daar gewoon eerlijk. En ik begrijp het hele gebeuren wel. Gebeuren daar wel eerlijk. Ja, ik ga morgen ook aan het antwoorden. Ja. Wees er gewoon duidelijk en concreet in wat je nou precies wil. Want ik heb het ook destijds tegen Merel gezegd. Merel, alsjeblieft, beloof niet aan te veel mensen wat je daarin doet. Want dan ga je een pannetje zelf tegenspreken. Want dat is nu wat Jesse nu echt doet. En dat vind ik gewoon, dat echt, en zijn geloofwaardigheid gaat naar de maan. En dat ook het vertrouwen in het hele gebeuren. Want als je daar wat zegt en daar wat zegt. Ja, of, ja, dan beloof je inderdaad te veel. Ja. Of die 5... Bijvoorbeeld die eerste 3 staan vast. Ja. Denken we. Ja. Maar het hoeft niet per se zo te zijn. En daarom is er iets wat niet klopt. Weet ik. Voel ik. Is er. Zeg letter.
En ik denk ook als hij op mij stemt en hij stemt mij weg. Dat gaat hem niet, dat gaat hem heel... hoe zou ik het zeggen? Dat gaat hem niet bij het publiek geliefd maken, denk ik. Niet dat omdat ik zo'n publiekslieveling ben. Maar hij is een beetje zelfverhaal, dat ik heel erg tegen. Ja, en plus ook dat je hier gewoon... In zo'n finale moet je ook gewoon je eigen vrienden gewoon niet gaan. Nee. Ik ga daar op de hoek van niet gaan. Maar is er een plannen?